Hier zijn we dan, Maris Heersk en Iris Candido. En wij gaan jullie door dit webinar heen praten. Nou, en wat gaan we dan allemaal bespreken vanavond? We gaan eerst even een stukje CollectWeb algemeen bespreken met jullie. Waarom hebben we dit systeem aangekocht als KWF? En vooral, wat zit er voor voordeel voor jullie in? Hoe kan je inloggen in CollectWeb? Dat ga ik jullie ook laten zien. Er zitten verschillende modules in het systeem. Die zullen we kort even bespreken, want de focus ligt vanavond natuurlijk op de bestelmodule. En we zullen ook even kort stilstaan bij de materialenbank, waar heel veel mooie materialen te vinden zijn die jullie kunnen helpen als vrijwilliger. Vervolgens mag ik jullie door de nieuwe materialen heen praten, want we hebben ontzettend mooie materialen gemaakt voor zowel de werving van de nieuwe vrijwilligers als voor de collecteweek. En tot slot natuurlijk het belangrijkste van vanavond, hoe kan je die mooie materialen dan bestellen? Ik ga jullie laten zien hoe je dat kan doen en ook nog even wat meer vertellen over hoe het werkt met het afleveren van deze materialen. De webinar zal ongeveer 45 minuten duren. Jullie kunnen, misschien hebben jullie het al wel gezien, live jullie vragen stellen via de chat. Onze collega's Bart en Matthijs, die zitten klaar voor jullie om al jullie vragen te beantwoorden. En wij zullen aan het einde ook eventjes terugpakken wat voor vragen er gesteld zijn. Nou, Iris, dit mooie overzicht. Ik ga jullie vertellen van waarom is CollectWeb nou eigenlijk zo belangrijk en waarom heeft KWF hiervoor gekozen? Nou, allereerst is het een systeem waar meerdere fondsen mee werken. Het is een pakketoplossing. En daarmee, doordat we allemaal hetzelfde systeem gebruiken, werkt het eigenlijk ook kostenbesparend. Daar zien jullie 7 punten opgezond. En het eerste punt, daarin staat dat alle contactgegevens centraal op één plek staan opgeslagen, op een veilige plek. Wat als voordeel heeft, is dat je makkelijk kan overdragen. Op het moment dat je bijvoorbeeld als wijkhoofd stopt, is het een kwestie van een nieuwe inlogcode regelen voor dat wijkhoofd. Die kan dan inloggen en heeft meteen toegang tot zijn of haar wijk. En dat hoeft dus niet meer door middel van schriftjes of Excel-lijstjes, want dat mag ook eigenlijk niet meer. Je hebt ook altijd overzicht, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dus het is altijd benaderbaar. En het geeft ook de mogelijkheid om te communiceren met je vrijwilligers. Dus dat je vanuit het systeem een e-mail kan sturen aan je collectanten. Of vanuit de afdeling dat je in één keer een mail kan sturen aan al je vrijwilligers. Vervolgens kan je ook nog eens de bestelling plaatsen digitaal. En je kan in één keer een bestelling plaatsen. Maar vervolgens kun je ook nog extra bijbestellen. Iris gaat daar straks meer over vertellen. Gedurende het jaar kun je de jaarafrekening invullen. Dus als je tussentijds bijvoorbeeld een winkelbusje hebt geleegd of een uitvaartcollecte hebt begeleid, dan kan je tussendoor de opbrengst invullen en mocht je tussentijds een afdracht doen aan KWF, kan je dat ook alvast registreren. Vervolgens hoef je eigenlijk pas aan het einde van het jaar, jullie wel bekend, die belangrijke deadline 15 november, dan hoef je dan alleen nog maar de collecteopbrengst in te vullen. Oh, wat handig. Daardoor wordt dus eigenlijk je werk gedurende het hele jaar verspreid als penningmeester. En hoef je dus niet meer alles in één keer naar die collecte in te vullen. Ja, inderdaad. Oh, wat goed. Nou, en natuurlijk is daar ook nog wel de welbekende materialenbank. Hier staan alle hulpmiddelen waarbij je digitaal een voorbeeldfoto kan zien. Of de digitale handtekening. Iris zal dit straks nog laten zien. En dit alles staat in het mooie systeem CollectWeb. Maar ja, daarnaast is het nog één belangrijk ding. En dat is dat KWF het gewoon verplicht is. Wij zijn verplicht om te voldoen aan de strenge beveiligingseisen vanuit de privacywetgeving. Ja, om datalekken te voorkomen. En wat bedoel je precies met een datalek? Ja, een datalek zit eigenlijk al in een heel klein hoekje. En stel dat een afdeling een Excel-bestand heeft of misschien wel een schriftje van een wijkhoofd. Mm-hmm. En dat belandt ergens of bij het oud papier of die computer, ja, die raakt zoek. En iemand anders krijgt de gegevens van die collecteadministratie, dus de NAW-gegevens. Mm-hmm. Ja, dan spreek je dus al over een datalek. Dan zijn wij verplicht om dat te melden. Oké, okay. En als we dat niet doen, of als dat dus misgaat, dan krijgen we zo'n boete. Inderdaad, dan maken we kans op zo'n boete. Dat is natuurlijk echt zonde van het geld. Daar moeten we veel te hard voor werken. Precies. En daarnaast hebben wij nog een verplichting om aan te voldoen. KWF is aangesloten bij Stichting Collecteplan. Daar zijn wij bij betrokken met 24 collecterende fondsen. En in het collecteprotocol staat ook als een van de eerste punten vermeld dat je als collecterend fonds
eigenlijk wel de mogelijkheid moet bieden voor een dataopslag. Dus voor een nette ja, opslag van je collectantenadministratie. Oké, wat ik nu ga doen, ik ga eventjes live inloggen in CollectorWeb. Vind ik natuurlijk nu best wel spannend of dat in één keer gaat lukken. Wat belangrijk is, is dat jullie je internetbrowser openen. In mijn geval is dat Internet Explorer. En ik weet niet waar jullie thuis mee werken. Vervolgens ga je naar kwf.collectorweb.nl. Dan krijg je het inlogscherm van CollectorWeb. Je ziet hier meteen, als je ingelogd bent, ons welkomscherm. Wij delen hier alle belangrijke nieuwtjes met jullie. Je ziet hier ook staan, doe mee aan onze online training. Maar ook dat we nieuwe werfmaterialen hebben, dat we een nieuw concept kadoneren hebben. Eigenlijk staat op deze informatiepagina alle informatie die jullie nodig hebben als vrijwilliger. Eigenlijk gebruiken wij dit scherm ook wel als een soort van intranet voor onze vrijwilligers. Dus als er een nieuwe campagne start, dan plaatsen wij dat er direct op. Ja, dat klopt inderdaad. Dus ik zou zeggen, log gewoon regelmatig in. Zo blijf je ook op de hoogte van wat wij met jullie willen delen. Jullie zien aan de linkerkant verschillende modules. Jullie zien wellicht iets meer modules, omdat ik nu vanuit mijn KWF-account ben ingelogd. Maar ik ga de modules bespreken die jullie als bestuurslid in ieder geval zien. Nou, om te beginnen, de informatiebutton. Wat ik net al zei, op de homepage kom je dan terecht en zie je alle informatie die wij met jullie willen delen. De button daarnaast is het adresboek. Deze module heeft als voordeel dat je alle NAW-gegevens van jouw vrijwilligers kan invoeren. En dat je vervolgens, wat Mara in het begin ook al zei, alle vrijwilligers in één keer een mailtje kan sturen. Dus je kan makkelijk communiceren met je vrijwilligers. Via deze module kun je ook je wijkhoofden toegang geven tot het systeem. Want dat mogen jullie als bestuursleden gewoon helemaal zelf doen. Je kunt ook je wijkhoofden en collectanten koppelen aan een wijk, zodat je administratie klopt. Eigenlijk heb ik niet zo heel veel meer nieuws over deze module. Ga ik door naar de volgende. Dat is de module wijken. In deze module, nou ja, het wordt eigenlijk al gezegd, vind je alle wijken van jouw afdeling. Die moet je uiteraard wel zelf aanmaken, want wij hebben daar geen inzicht in. Als je nog niks hebt gedaan met CollectorWeb, heb je twee wijken die je hier kunt vinden. Allereerst is het, nou ja, de afdeling, het gehele gebied. En daarnaast is nog een wijk met nieuwe aanmeldingen. In verband met die wet op de privacygegevens moeten wij alle nieuwe aanmeldingen ook verwerken in CollectorWeb. Dus als een collectant zich bij ons meldt, wordt diegene automatisch ingevoerd in het systeem en vinden jullie de vrijwilliger terug in de map nieuwe aanmeldingen. Het is heel belangrijk dat deze ook daadwerkelijk worden opgevolgd, want het zijn enthousiaste mensen die daadwerkelijk aan de slag willen voor KWF. Wat je met deze module kunt doen, is het district of de afdeling indelen in de wijken die bij jou in de afdeling zijn. En vervolgens kan je het wijkhoofd toegang geven tot zijn of haar wijk, zodat hij of zij het verder in kan richten. Nou, een wijk bestaat natuurlijk uit verschillende looproutes, want er zijn verschillende collectanten actief in het systeem of in jullie afdeling. Die looproutes kunnen aangemaakt worden in de module looproutes. Dit zou ik willen laten doen door de wijkhoofden. De wijkhoofden hebben goed inzicht waar hun collectanten lopen en wie waar actief is en kunnen dit ook heel makkelijk hier aanmaken. En wat een groot voordeel is van deze module, als je de looproutes allemaal hebt ingericht en je hebt gekeken hoeveel collectanten er actief zijn en die ook gekoppeld aan een looproute, zie je meteen waar de witte vlekken zijn en waar je wellicht nog mensen nodig hebt. Nou, dat is handig. Dat is heel handig, zeker. Ja. Dan de module collectebussen. Nou, eigenlijk zegt het het al. Je kan hier je collectebussen per collectant registreren. Op die manier kan je precies zien wat een collectant heeft opgehaald. Maar kan je ook zien waar de goede wijken zitten in jouw afdeling. Daar waar de collecteopbrengsten het hoogst zijn. Dan de module bestellingen. Die sla ik nu heel even over. Want daar gaan we straks uitgebreid op in. En dan ga ik nog even kort linksonder de module administratie. Deze module is eigenlijk voor de penningmeester. Want hij kan hier gedurende het hele jaar de jaarafrekening bijhouden. Dat zijn heel korte modules die in CollectorWeb zitten. Dus dan gaan we nu weer even terug naar de presentatie. En dan zien we nu de materialenbank. De materialenbank is ook benaderbaar via CollectorWeb. Zoals je hier ziet, linksboven zie je het beeldmateriaal. Wij plaatsen daar foto's die een afdeling mag gebruiken in een header op een Facebookpagina of juist bij een krantenbericht. Wij plaatsen die materialen
die zelfstandig gebruikt kunnen worden. Nou, hier zijn jullie natuurlijk allemaal heel erg benieuwd naar, al het nieuwe campagnemateriaal. Wij zeggen eigenlijk dat we twee soorten materiaal hebben. Je hebt werfmateriaal, dat is materiaal om de vrijwilligers te werven. En je hebt materialen voor de collectweek. Ik praat jullie eerst door de materialen voor de werving heen. Nou, dit is een welbekende werfkaart. Het is een werfkaart in A5 formaat. En op de achterzijde heb je de mogelijkheid om een nieuwe collectant om zich in te laten schrijven. Deze werfkaart kan gebruikt worden om in de brievenbus te doen of te verspreiden bij een supermarkt. Dezezelfde werfkaart is ook gemaakt in A3 formaat. Dus dat deze kan gebruikt worden als poster, dus dat je hem in een winkelcentrum ophangt of voor je huis. Dus echt bedoeld voor de werving. Nieuw dit jaar is deze supermarktkaart. Bovenaan zie je gevraagd tijd. Deze kan in een schap, die je wel vaak bij supermarkten ziet, bij die losse kaartjes bij gevraagd of aangeboden. Nou, wat vragen wij? Wij vragen tijd om met ons mee te collecteren. Je kan je aanmelden via kwf.nl. Alle inschrijvingen komen daar binnen. En als iemand zich aanmeldt, dan wordt hij rechtstreeks in CollectWeb geplaatst. Wat een mooie kaart, Mara. Ik zie hier ook dat je een invulveld hebt gedaan voor het telefoonnummer. Klopt dat? Ja, zo maken we het nog iets persoonlijker. Dus als je als wijkhoofd collectanten zoekt en je hebt voor toevallig een Deen of een Albert Heijn bij je in de buurt, dan kan je daar direct je telefoonnummer opschrijven. Want mocht iemand vragen hebben, dan kan je gewoon nog even bellen. Wat handig, dan wordt het toch weer wat persoonlijker. Ja, nieuw dit jaar, het is de wijkhoofdenkaart. Deze hebben we ook nog niet eerder gehad. Het is een tip van de afdeling Bussum. Die hebben het al een paar keer tegen ons genoemd van, nou, het lijkt toch zo handig, we zoeken zo hard wijkhoofden. En een wijkhoofd is natuurlijk ook ontzettend belangrijk om de collectanten aan te sturen. Dus nou, daar hebben we een mooie kaart voor ontwikkeld. Deze is ook te bestellen vanaf vandaag op CollectWeb. En wat is dit voor moois? Ja, dit is een inschrijfblok. Het is een A4 formaat bloknoot met meerdere vellen. Waarbij als een afdeling wil meedoen aan de promodag, jullie misschien wel bekend, dan kun je dit bloknoot gebruiken om direct vrijwilligers in te schrijven. En is die alleen voor collectanten of kan je er verschillende functies mee werven? Nou, het is hier wel wat lastig te zien, maar je ziet daar drie blokjes. Hij is bedoeld voor collectant, wijkhoofd of coördinator. Wat handig. Nou, en dit is een folder waarin alle vrijwilligersfuncties kort beschreven staan. Want soms zoek je een winkelbusjescoördinator of een gewone coördinator of een voorzitter. Iedere functie wordt heel kort toegelicht in deze folder. Op het moment dat je dan vrijwilligers hebt geworven, is het eigenlijk ook heel belangrijk natuurlijk om ze aan je te binden. Nou, daar hebben wij drie voorbeelden van. Links is dat als je een collectant zich heeft ingeschreven, dan kan je de collectant een klein werfkaartje meegeven. Nou, hartelijk welkom als collectant. En mocht iemand dan nog niks gehoord hebben, dan kan hij ook rechtstreeks contact met ons opnemen. Vervolgens heb je een stappenplan voor collectanten. Uit onderzoek is gebleken dat een collectant soms eigenlijk helemaal niet weet wat hij moet doen. Dus dan krijgt hij wel een bus, maar eigenlijk heeft diegene nog nooit gecollecteerd en heeft toch wel wat moeite om een eerste zin te bedenken. Nou, toch eens even over een drempel heen. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Het is als wijkhoofd of als je al jaren collecteert heel normaal wat je allemaal moet doen. Ja. Maar als je helemaal nieuw bent, is dat natuurlijk best nog wel een beetje zoeken. Ja, en daarvoor hebben we een stappenplan. Dus dat komt ook echt uit onderzoek. Dat mensen daar behoefte aan hebben. Dit stappenplan staat digitaal op de materialenbank. Nou, als afdeling kun je het printen, maar je kan ook het digitaal meesturen als iemand zich aangemeld heeft. Nou, rechts zie je het startersboekje voor wijkhoofden. Hier worden alle tips en tricks gegeven. Nou, hoe start je nou op als wijkhoofd? Hoeveel materialen zijn slim om te bestellen? Hoe werkt CollectWeb? Nou, alle tips staan hierin vermeld. Dit boekje is ook te bestellen op CollectWeb. Wat leuk, een promodag. Ja, tweede keer. Vorig jaar was de primeur. Dit is het tweede jaar dat we het gaan doen. Op zaterdag 27 mei. En we willen eigenlijk gezamenlijk met zoveel mogelijk afdelingen op deze dag vrijwilligers gaan werven. Nou, we hebben al een aantal aanmeldingen binnengekregen. Superleuk. We zijn eigenlijk net gestart met werven. En ik weet dat de afdeling Smallingerland, die heeft het erover om mee te gaan doen hoor. Ze hebben zich nog niet officieel aangemeld. En zij hebben bijvoorbeeld het idee om op deze promodag meer in het centrum een badeentjesrace te houden. En dat mensen voor €5 een badeentje kunnen kopen bij een kraampje. Nou, daardoor trek je toch wat kinderen met ouders. Nou, als de kinderen bezig zijn, kun je lekker met die ouders kletsen. En kun je ze inschrijven tot nieuw collectant of tot wijkhoofd. Nou, zo zijn er vele ideeën te noemen.
En mocht je hier meer over willen weten, bel ons gerust. Want we helpen jullie graag op weg. En we zouden het heel leuk vinden als iedereen meedoet natuurlijk. En hoe kan je je dan aanmelden? Ik ga ervan uit dat alle afdelingen die nu meeluisteren denken, dat is een leuk idee, daar gaan we aan meedoen. Moeten ze even mailen? Ja, mailen naar aanmelden@kbf of bel naar het servicepunt. Nou, hartstikke leuk. Nou, en dan is het zover, die KWF Collecte Week. Wat heb je nou toch eigenlijk echt nodig als collectant? Wat moet je nou... Je hebt in ieder geval natuurlijk een complete collectebus nodig. Ja. Nou, en die bus moet netjes versleuteld zijn. Een telbriefje. Een telbriefje is nodig om volgens het vier ogen principe te tellen en ook netjes af te tekenen. Nou, een collectantenpas. En hier zien jullie een voorbeeld van de collectantenpas. Nou, daar bestellen sommige afdelingen ook een hoesje bij, zodat de collectantenpas in een hoesje gedaan kan worden. En vervolgens is er ook het collectantenboekje. Die noemen we ook wel het boekje 100% collecten. Het is een boekje in A4 formaat. Daar rechts zien jullie de foto. Dat is hetzelfde foto als het wijkhoofdkaartje. Ja, dat is heel scherp. Dat is dezelfde foto. Hij is nog niet helemaal opgemaakt, want we zijn nog in ontwikkeling. Wat er dit jaar extra bij komt, is een losse Q&A-kaart. Dat is eigenlijk een losse kaartje met veelgestelde vragen. Die iemand, een collectant, mee kan nemen aan de deur. Van, nou, als dan iemand toch een vraag hebt, dat je dat even bij je hebt. Nou, dan ben je goed voorbereid op eventueel veel voorkomende vragen aan de deur. Ja, dit was ook wel een behoefte die uit het onderzoek is gekomen van de collectanten. Oké. En de poster is wederom ingestoken in het collectantenboekje. Hij was altijd in A4 formaat. We hebben hem nu aangepast naar A3 formaat. En wat doe ik dan als collectant met zo'n poster? Die moet je natuurlijk in het raam hangen. Oh ja, zodat we gewoon heel goed zichtbaar zijn. En mocht je nou denken, nou, ik wil nog veel meer zichtbaar zijn dan alleen maar in mijn raam, dan kan je hem ook nog bij de kapper hangen of bij de snackbar. Of, nou ja. Ja, het is natuurlijk goed als iedereen weet dat onze collectanten eraan komen in onze collectenweek. Ja. Hartstikke mooi. En vervolgens is de collectantenattentie dit jaar wederom een pen. Ja, wij hebben deze al voor het derde jaar en hij wordt gewoon goed ontvangen en het is zo praktisch. We troffen u helaas niet thuis. Dit is de niet thuiskaart. Mocht iemand niet thuis zijn, dan kan deze alsnog in de brievenbus gedaan worden. Wij adviseren aan wijkhoofden om ongeveer 25 exemplaren per collectant mee te geven. Maar mocht je nou van tevoren ook inschatten, nou, er zitten veel flats, of mijn wijk is groter. Of, nou, schat het ook per collectant in. Wij kunnen een advies geven. Maar wij weten natuurlijk helemaal niet hoe groot een wijk is. Dus probeer dat er zelf ook goed in te schatten bij de bestelling. Ja, en dan heb je nu hartstikke mooi al die materialen laten zien. Ik vind ze heel mooi. Voor mij waren er ook een paar nieuwe dingen bij. Hoe pak je dat nou aan als afdeling of misschien wel als nieuw bestuurslid voordat je zo'n bestelling gaat plaatsen? Want dat kan je niet klakkeloos doen. Nee. Nou, het is belangrijk dat je eerst goed inventariseert hoeveel collectanten je nodig hebt. En je zegt nodig hebt, dus je zegt niet hoeveel heb ik er. Nee, hoeveel je er nodig hebt. Nou, dat kun je doen door in de module looproute alle looproutes in te delen. Dan hoef je ze nog niet te koppelen aan een collectant, maar dan weet je wel de maximale bezetting van je afdeling. Ja, dus als ik bijvoorbeeld 100 looproutes heb, maar ik heb 80 collectanten, dan weet ik eigenlijk dat ik er nog 20 nodig heb. Ja, dus dan heb je echt voor die wijk nog werfmateriaal nodig. Ja, maar dan bestel ik alvast wel voor die 100 collectanten, zodat ze allemaal materiaal hebben. En daarnaast is het ook goed om alvast na te denken, mocht je nou overwegen om een straatcollecte te doen, dan is het natuurlijk ook belangrijk om voor die collectanten die op een zaterdag gaan collecteren of bij een supermarkt, dat die ook een collectantenpas ontvangen en ook een collectebus. Dus probeer inderdaad eerst een totaalbeeld te krijgen van waar kan ik allemaal collecteren. En vervolgens kijk je van wie zijn er al actief. Nou, en dan kan je vervolgens kijken hoeveel werfmaterialen heb ik nodig en hoeveel collectematerialen heb ik nodig bij een maximale bezetting. Nou, je kan ook nog kijken, dat staat bij punt 5, welke materialen kan ik nog gebruiken van vorig jaar? Mag je materialen hergebruiken? Nou, eigenlijk zijn er twee materialen te gebruiken voor de tweede keer. En dat zijn materialen zonder datum. Dat is de tellijst, de telbriefje en de controlelijst, zeg maar de uitgiftelijst. Ja, dus alle andere materialen die moeten vernietigd worden. Ja, nou, en dan is eigenlijk nog één materiaal, dat is de machtigingskaart. Die zou nog een keer gebruikt kunnen worden, want die is zonder datum. Okay. Het bedankkaartje is ook zonder datum, maar er komt wel een hele mooie nieuwe. We hebben gezien dat de voorraad helemaal op is van vorig jaar. En wij denken natuurlijk dat alle collectanten vorig jaar bedankt zijn. Dus deze kan opnieuw besteld worden. Oké.
Nou, en wat dan het laatste punt, punt 7. Bestel altijd iets extra's. Dus 5 tot 10% extra dan wat je nodig hebt. Want het is altijd mogelijk om nog last minute extra te werven. Ik ga weer even schakelen naar CollectiveWeb. En ik ga even kijken of ik in een account kan komen die er net zo uitziet als die van jullie. Een klein momentje. Want dat praat wel zo makkelijk als jullie hetzelfde zien als bij jullie thuis. Zo, jullie zien nu dat ik ben ingelogd als secretaris. En ik ga jullie nu laten zien hoe je een bestelling plaatst. Je gaat naar de module bestellingen. Jullie zien hier dat er geen bestelling in het verleden is geplaatst. Dat kan bij jullie afdeling anders zijn, want jullie hebben als het goed is vorig jaar of misschien het jaar daarvoor ook al een bestelling geplaatst. En die verschijnt dan hier ook in beeld. Door middel van het plusje rechtsboven ga ik een nieuwe bestelling toevoegen. Er opent zich dan een scherm, in mijn geval de afdeling KWF 15.000. We hebben een fictieve afdeling aangemaakt, zodat we jullie goed kunnen laten zien hoe de bestelmodule werkt. Mijn collectegebied bestaat, of mijn afdeling bestaat uit verschillende collectegebieden, zoals jullie in dit tabblad kunnen zien. Ik heb 4 collectegebieden in mijn afdeling. Je kan per collectegebied een bestelling plaatsen, zodat het alvast uitgesorteerd wordt. Maar wij adviseren dan wel om het op 1 afleveradres en op 1 aflevermoment te laten leveren. Zodat die vrachtwagen maar 1 keer hoeft te rijden met je bestelling. Maar je het al wel keurig per collectegebied uitgesorteerd hebt. Vervolgens kan ik kiezen. Ik ga dus nu een bestelling plaatsen voor het landelijk collecteteam. En ik kan kiezen dat ik hem bij onderstaand adres wil laten afleveren. Dan kan ik een adres uit het systeem kiezen. Maar ik kan natuurlijk ook een ander adres kiezen. Als het makkelijker is om het bijvoorbeeld op je werk te laten leveren, dan kan je dat hier door middel van deze keuze aangeven. Ik kies er nu voor om de bestelling bij mijzelf te laten plaatsen. En jullie zien dat automatisch nu het adres hier is ingevuld. Vervolgens kies ik een afleverweek. Wij hebben 4 afleverweken voor de collectematerialen, die je door middel van dit menuutje ook kunt zien. Ik kies zelf voor de eerste afleverweek, want ik vind het wel heel fijn als mijn materialen op tijd binnen zijn. Eventueel ook nog voor de promodag die in mei is, maar ook zodat ik extra veel voorbereiding heb om al mijn wijkhoofden hun materiaal te kunnen geven. Nou, je kan hier je collectanten opgeven. Mijn collectengebied bestaat uit 40 collectanten. Nou, als je dit allemaal hebt ingevuld, dan zie je rechts de bestellijst staan. En zoals jullie kunnen zien, bij de eerste paar items staat met heel grote letters, staat er nieuw. Dat zijn de nieuwe materialen die Mara net aan jullie besteld, of aan jullie verteld heeft. Nou, ik ga meedoen met de promodag en ik heb nog best wel wat mensen nodig. Dus ik bestel 50 flyers van de vrijwilligersfuncties. Ik bestel ook wel een aantal werfkaartjes voor de supermarkt, want ik wil dat toch ook wel in mijn supermarkten verspreiden. Ik wil graag 2 inschrijfblokken, zodat ik de collectanten meteen kan inschrijven die ik ga werven op de promodag. Ik heb wel een aantal nieuwe wijkhoofden die ik een startersboekje wil geven. Maar ik vind het ook wel handig om mijn bestaande wijkhoofden eigenlijk zo'n boekje te geven. Slim. Ja, ja, want ja, sommige wijkhoofden... Ja, dat is toch fijn. Ja. Ja. Dus ik bestel er daar 6 van. Ja. Ik heb ook nog wel wat wijkhoofden nodig. Dus daar bestel ik er ook 50 van. En zo kan je je hele bestellijst aflopen met de aantallen die jij nodig hebt om ervoor te zorgen dat je je bestelling compleet hebt. Wat goed is om nog even te vermelden is dat de niet-thuiskaart, jullie zien hem hier staan, die gaat per bundel van 50 stuks. Dus als je 1 invult, krijg je 50 stuks van deze kaartjes. Mara heeft net gezegd ongeveer 25 per collectant. Ik bestel 20 van die bundels. Nou, ik heb geen stickers nodig. Ik heb dit allemaal nog voldoende. Ik heb natuurlijk telbriefjes nodig. Ik heb nog wat collectantenpassen nodig. En hoesjes. Maar Iris, ik zie dat je heel enthousiast zojuist het werfmateriaal hebt ingevuld, omdat jij wil meedoen aan de promodag. Ja, dat klopt. Ik heb een nieuwtje. Vertel. Als je meedoet aan de promodag, dan ontvang je een starterspakket. Oh, en wat zit daarin? In dat starterspakket, daar zitten werfkaarten, daar zitten inschrijfblokken. Dus eigenlijk krijg je dat al. Oké, maar ja, maar ik wil eigenlijk al wel eerder gaan werven dan die promodag. Want het is natuurlijk eind april ook nog Koningsdag. Dan sta ik vast op de braderie. Nou, dat is hartstikke mooi. Oké. Nou, ik wil ook nog een paar vlaggen. Nou, als je dus zo je hele bestellijst hebt doorgelopen, dan klik je rechtsboven op het vinkje. Dan gaat hij de bestelling opslaan. Dit duurt te lang.
Ja. Dat zien jullie nu meteen gebeuren. Wij bestellen nu ook live deze bestelling. Maar dan mag ik wel gelijk een vraag stellen, toch? Zeker, ja. Maar als jij dit dus hebt ingestuurd en de bestelling is dus verzonden. Ja. Maar nu bedenk je, want misschien heeft iemand al de bestelling geplaatst 3 weken geleden en die ziet nu die nieuwe materialen. Ja, dat kan natuurlijk. Best jammer. Ja. Kan je dan nu nog je bestelling wijzigen? Dat kan zeker. En ik wil dat heel graag zo meteen aan je laten zien als je deze bestelling plaatst. Maar de techniek laat heel even op zich wachten. Kijk, nou, als je het erover hebt. Je ziet nu dat ik de melding krijg dat de bestelling is vastgelegd en in behandeling wordt genomen. En je ziet ook meteen dat hier de bestelling voor het landelijk collecteteam van 2017 is geplaatst. Maar voilà, je vroeg net, kan ik dat nog wijzigen? Dat kan, zolang dit winkelwagentje, wat hier te zien is, blauw is. Zolang het blauw is, kan je eigenlijk nog alles ermee doen wat je wil. En je kan hem gewoon simpelweg weer openen door erop te klikken. Je ziet dan ook precies wat ik net heb ingevuld. Ja. En stel dat ik zeg, ik heb toch nog wat meer boekjes nodig, dan kan ik dat gewoon hier ter plekke weer wijzigen. Vervolgens moet je natuurlijk weer op het vinkje klikken om hem op te slaan. Ik doe dat nu even niet, want dan gaat er weer een tijd overheen voordat hij is opgeslagen en dat is natuurlijk zonde. Maar dat kan dus altijd. Wat misschien ook wel handig is om even te vertellen, jullie hebben de afgelopen jaren ook al een bestelling geplaatst en misschien heb je wel praktisch dezelfde bestelling nodig als in 2016, omdat er weinig verandert in jouw afdeling. Dan kan je ook de bestelling kopiëren. Dat doe je door middel van de bestelling van 2016 in dit geval. Ik selecteer die van 2017. Te selecteren en je ziet hier dan rechtsboven het actie-icoontje in beeld komen. Op het moment dat je daarop klikt, zie je de mogelijkheid kopiëren. Vervolgens klik ik daarop en dan zie je eigenlijk dat ik de bestelling die ik net heb geplaatst weer helemaal opent. Als je dat dus in het geval van 2016 doet, staat hier je bestelling van 2016. Die kan je dan altijd nog weer even iets aanpassen, mocht dat nodig zijn. Vooral natuurlijk om die nieuwe materialen te bestellen. En dan klik je vervolgens ook weer op het vinkje, zodat je bestelling bij ons binnen is. Dan wil ik jullie nog wel even wat ik net vertelde over dat winkelwagentje. Oh, mag je nog heel even terug naar het systeem? Ja, ging te snel. Nee, dat geeft helemaal niks. Wat ik net zei, dat winkelwagentje is blauw. Op het moment dat het winkelwagentje oranje is, betekent het dat wij bij KWF de bestelling in behandeling hebben genomen en dat die naar ons verzendhuis is toegestuurd en dat daar dus alle materialen bij elkaar gezocht worden. Je kunt dan de bestelling die je geplaatst hebt niet meer wijzigen. Stel dat je dan toch nog denkt, oh, ik wil eigenlijk nog wat extra's bestellen, kun je altijd door middel van het plusje weer een nieuwe bestelling opstarten. En die bijvoorbeeld in de volgende leverweek, in de week van in mei of in juni, juli of in augustus, alsnog materialen te laten leveren. En ik wil jullie verzoeken om zoveel mogelijk gebruik te maken van die leverweken die wij hebben geselecteerd. Mocht het nou zo zijn dat je echt een spoedbestelling hebt die je moet plaatsen en dat kan niet meer in CollectWeb, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met ons service.vrijwilligers en dan zullen zij je daar verder mee helpen. Dan gaan we weer eens even terug naar de presentatie. Want als je die bestelling geplaatst hebt, dan moet die natuurlijk ook afgeleverd worden. De bestelling wordt altijd geleverd in de gekozen afleverweek uit CollectWeb. Hou er wel rekening mee dat die afleverweek van maandag tot en met zaterdag is, dus dat je bestelling ook pas op zaterdag binnen kan komen. Stel je organiseert een wijkhoofdenavond, doe dat dan dus niet in de week dat je materialen geleverd moeten worden, maar doe dat dan 1 of 2 weken later, zodat je zeker weet dat je die bestellingen hebt. Nou, dan komt die bestelling bij je binnen en dan denk je, nou, die collecteweek die duurt nog wel even, ik heb het eigenlijk nog niet nodig. En dan gaat de bestelling in de hoek. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Controleer hem altijd direct. Klopt de bestelling met wat je in CollectWeb hebt ingevoerd? Als dat namelijk niet zo is, dan kunnen we dat direct aanpassen en dan kunnen we er gewoon voor zorgen dat die bestelling alsnog klopt. Dus mocht je erachter komen bij de controle dat het niet klopt, dat je dingen mist, neem dan even contact op met ons servicepunt, dan gaan zij dat ook echt voor jullie oplossen. Ja, wat je ziet bij punt 4, dat heb ik eigenlijk net al even verteld toen we weer in CollectWeb aan het werk waren. Als je extra bestellingen nodig hebt of als de situatie toch nog verandert, plaats een extra bestelling via ons mooie systeem, zodat het allemaal digitaal bij ons binnen is. En punt 5 noemde ik net ook al eventjes. Als je echt op korte termijn extra materialen nodig hebt, neem even contact op met onze collega's van het servicepunt. Ons servicepunt. Nou, misschien hebben jullie die wel vaker al aan de telefoon gehad. Ze staan echt altijd voor je klaar. 'S morgens om 8:30 zijn wij bereikbaar vanaf 8:30 tot 6:00. En mocht je nu een vraag willen stellen, dan kan dat ook gewoon tussendoor via de chat. En we zijn ook straks nog bereikbaar tot 9:00 om een vraag te beantwoorden. Iris en ik zullen dan ook nog aan de telefoon komen.
Mag ik nog heel even één vraag stellen over ServicePunt? Ja. We leggen nu CollectorWeb uit. Ik krijg uit mijn regio best wel eens vragen ook over CollectorWeb. Ja. Kunnen we ook ondersteuning aanbieden vanuit het ServicePunt? Ja, goed dat je het vraagt. Ik was dat al helemaal vergeten om te zeggen. Het is namelijk zo dat je ook een afspraak kan maken met een medewerker van het ServicePunt. Dus of we kunnen ervoor zorgen dat iemand bij jullie langskomt om jullie te helpen met CollectorWeb. Maar het kan ook een bijeenkomst zijn met de wijkhoofden bij elkaar om daar een expert training te geven. Hoe werk je nou met CollectorWeb? Maar we kunnen ook één op één afspraken maken. Dat bijvoorbeeld Matthijs van het ServicePunt een vast tijdstip afspreekt van 4 tot 5. En als hij rustig de tijd heeft om op een voor jullie prettig moment, jullie rustig door het systeem heen te helpen. We hebben ook een tool dat we het computerscherm eventueel kunnen overnemen en dat we even met jullie mee kunnen kijken of het allemaal werkt. En nou, dat jullie gewoon wegwijs kunnen gemaakt worden in het systeem, één op één met hulp van ServicePunt. Wat ontzettend handig. Nou, zijn we toch ineens bij die laatste slide aangekomen. Nou, was best spannend zo online en zo gek om maar niemand hier te zien. Nee, en vooral dat het in het begin eventjes met wat technische problemen liep. Maar ja, volgens mij hebben we het uiteindelijk allemaal kunnen oplossen. Maar ja, weet je, dit online is heel erg leuk. Maar het liefst zien we jullie ook live. En live kunnen we jullie zien op bijeenkomsten. Ondertussen komen hier de vragen binnen, dus ik word een klein beetje afgeleid. Maar jullie kunnen ons ook zien op bijeenkomsten. Dat kan bij een rondleiding in een universitair medisch centrum. Het kan bij de introductiebijeenkomst bij KWF. We hebben er toevallig afgelopen zaterdag één gehad. Toen waren we hier met ongeveer 30 vrijwilligers, hebben een rondleiding gegeven door het gebouw. Dat was een ontzettend leuke dag. Ja, echt. En gelukkig hebben we er nog 3 op de agenda. 1 op een woensdagmiddag en ook nog 2 op de zaterdag. En deze bijeenkomsten zijn voor zowel wijkhoofden als bestuursleden. En daarnaast gaan we ook dit jaar de provincie in. In iedere provincie gaan wij een training geven. Een training CollectorWeb, maar ook hoe werf je nou vrijwilligers. En we bieden ook de mogelijkheid om dan nog even verder kennis te maken met elkaar. Dus de afdelingen met elkaar in gesprek laten komen. Wil je weten wanneer het is? Kijk dan op kwf.nl/bijeenkomsten. Daar staan alle data onder elkaar. Nou, we gaan dit vaker doen, hè? Deze trainingen. Nou, zeker weten, maar dan mag het begin van mij wel iets strakker. Ik hou er erg van dat alles gewoon strak loopt. Dus dit was even wennen. Maar het volgende webinar hebben wij ingepland op 15 maart. En dan staat het in het teken van hoe maak je een looproute? Ja, dat is goed dat je dit zegt, want ik krijg hier net een aantal vragen door. En ik zie dat onder andere de vraag is gesteld of je de looproute kan indienen of aanmaken op straat in plaats van postcode. Het goede nieuws is, ja, dat kan. Je kan zelfs een looproute splitsen tot op huisnummer. Maar ik zou zeggen, degene die deze vraag graag beantwoord wil hebben, meld je aan voor 15 maart. Dan gaan we het helemaal laten zien. Nou, en we gaan ook deze vraag ook nog wel één op één beantwoorden. Maar collega Matthijs heeft deze vraag goed genoteerd. Die weet wie de vraag gesteld heeft. Dus dan ontvang je zeker terugkoppeling. En op 18 april hebben we wederom een webinar. En die staat in het teken van een kennismaking met CollectorWeb. Dus dan gaan we stapsgewijs rustig door het systeem heen. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd, hoe heb je dit nou ervaren? Wij zitten hier nu bijna 45 minuten vol te kletsen. Best een beetje zenuwachtig. Maar wij zijn heel benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Geef ons feedback. Wij kunnen ervan leren. Dus mail naar vrijwilligers@kwf.nl. Ja, wij zijn erg benieuwd naar de feedback. En ik zie dat er hier een andere vraag is binnengekomen die eigenlijk niet over dit webinar gaat, maar die ik eigenlijk wel heel belangrijk vind om toch eventjes aan jou te stellen, Mara. Ik krijg hier de vraag wat de status is van onze collectebus waarmee je ook straks kan pinnen of contactloos kan betalen. Ja, ik vraag nu of mijn collega Rina even naar beneden wil lopen. Want wij hebben hier inderdaad een contactloze collectebus. Ja, Collector 2.0 noemen wij dat project. En de vraag is van, nou, wat is nu eigenlijk de status van het contactloos betalen? KWF heeft afgelopen jaar heel erg haar best gedaan om mee te doen aan een pilot. En wij zouden ook gaan starten met een pilot met 500 bussen. Echter was de certificering nog niet geregeld om dit betaalsysteem op de Nederlandse markt te activeren. Dus helaas is de pilot uitgesteld. Maar het goede nieuws is dat we eigenlijk super actief zijn. We zijn actief nou met bijna 22 fondsen die de intentie hebben om wederom mee te doen in de pilot. En we willen de pilot in dezelfde steden gaan doen die geselecteerd zijn. Het wordt een collectebus die contactloos is, dus je kan contactloos betalen. En ook met een pin.
En in deze collectebus is ook de mogelijkheid om het geld te doneren. Dus ja, eigenlijk kun je 3 dingen doen met die collectebus. Ja, je kan cashgeld, pinnen en contactloos. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ik begrijp dat onze collega nu beneden aan het kijken is of we zo meteen hem kunnen laten zien aan jullie. Want we hebben hem hier in huis, die mooie nieuwe bus. En er komt net nog een vraag binnen. Waarom is in CollectiWeb nog steeds 2016 zichtbaar en niet alvast 2017? We zitten toch al eventjes in 2017. Dat klopt inderdaad. En dat heeft er helaas mee te maken... Dat komt omdat wij nog niet alle jaarafrekeningen binnen hebben. En sommige vrijwilligers zullen denken, nou hoe kan dit? Nou, het is echt waar. Wij missen nu nog Volgens mij 83, om exact te zijn. Oh. Nou, 83 jaarafrekeningen. En dat betekent daardoor ook dat wij helaas de opbrengst nog niet bekend kunnen maken. Nou, en de vraag is dus van, nou waarom zien wij nog 2016? Op het moment dat KWF hem omzet naar 2017, dat betekent dat de jaarafrekenmodule ook ingesteld wordt op 2017. En dat dan automatisch een afdeling die 2016 nog moet afronden, dat het al op het nieuwe jaar geplaatst wordt. En eigenlijk is dat heel foutgevoelig. KWF doet er echt alles aan om de afdelingen waarvan de jaarafrekeningen nog ontbreekt, contact op te nemen, omdat ja, dat we dat zo snel mogelijk afronden. Ik verwacht ook echt dat er rond half februari dat het wel omgezet wordt en dat wij daar zelf op een andere manier mee om moeten gaan, want het kan natuurlijk eigenlijk niet dat jullie nog steeds 2016 in beeld hebben, terwijl we eigenlijk al in volle, helemaal in de actie staan op de collecte 2017. Ja, nou helemaal goed. Ja, we hebben dus 3 vragen beantwoord. Ze gaan eigenlijk alle 3 niet over de bestelmodule en ook niet over de materialen. Dus ik ga ervan uit dat alles helemaal duidelijk is. Ja. En we gaan nu nog even live in beeld komen met de nieuwe collectebus. Ja, kijk, daar is hij. Nee, dit is hem. Dit is de collecte 2.0. En 50 afdelingen zijn geselecteerd om hiermee te collecteren. Dus 50 afdelingen ontvangen dan 10 van deze bussen. Nou, ik durf nu nog niet te zeggen dat het 100% zeker is, maar 95% zeker dat gecollecteerd kan worden met deze bussen. Nou, ik blijf duimen. Ja, en dan hoop ik dat die doorgaat. Ja. Dank jullie wel allemaal. Heel leuk dat jullie erbij waren. En hopelijk zien. Dat gaat niet helemaal op. Maar zijn jullie er allemaal weer bij op volgende webinar. Hele fijne avond. Doei.